Suggesties met Marianne van den Anker. Dit is het jaar waarin wij in het Nederlands Koninkrijk 75 jaar vrijheid vieren. Na de afschuwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Maar wat weten we eigenlijk over onze Caribische delen van het Koninkrijk? Werd Curaçao bijvoorbeeld ook gebombardeerd? En hoeveel Caribische Nederlanders hebben eigenlijk meegevochten voor onze vrijheid? Ik praat erover met onder andere sergeant-majoor Elvis Manuela. Welkom in vol ornaat, zoals we van u gewend zijn. Voor de mensen die dat ook willen zien, kijk vooral even mee met onze webcams. En ik praat erover met Jos Rosenburg. Uw boek ligt hier klaar, blauw, in de Tweede Wereldoorlog. Met een boot erbovenop. Het is ongelooflijk, want we hebben het natuurlijk al even in kunnen zien, dit boek. Ik denk dat de eerste vraag die ik aan u moet stellen, meneer Rosenburg, is dat de kans toch echt wel groot was geweest dat de Tweede Wereldoorlog langer had geduurd zonder de brandstof uit Curaçao en Aruba. Ja, goedenavond, Jos Rosenburg. Dank u wel voor de uitnodiging. En wat u zegt klopt. In 1942, want daar praten we nu over, ging de oorlog voor de geallieerden erg slecht. Alle oliebronnen in de wereld waren eigenlijk afgesneden voor de geallieerden, behalve één in Venezuela. En die olie werd geraffineerd op Curaçao en Aruba. En de Duitsers hebben uit alle macht geprobeerd om dat te onderbreken. En als dat was gelukt, was de olietoevoer afgesneden van de geallieerden en had de oorlog, zo denken specialisten, een jaar langer geduurd. Ja, lijkt mij een belangrijk detail, hè? Maar ik heb het nooit geleerd op school. Ik heb het niet meegekregen. Hoe kan dat nou? Dat komt eigenlijk omdat het Antilliaanse deel van het Koninkrijk en Suriname daarbij was het enige deel van het Koninkrijk wat in de oorlog niet bezet is geweest. En daardoor lijkt het alsof de oorlog aan dat deel van het eiland van ons Koninkrijk voorbij is gegaan. Maar niets is minder waar. Dus het is eigenlijk een onbekend verhaal wat ik heb geprobeerd uit te leggen in dat boek wat ik heb geschreven. Nou ja, heb geprobeerd uit te leggen. 8 jaar mee bezig geweest in uw vrije tijd. En ik lees voor de luisteraar even voor wat er over u op de achterflap staat. Jos Rosenburg woonde van 2005 tot 2008 met zijn gezin op Curaçao. Werkte daar op de marinebasis Patera als hoofdoperaties bij de commandant zeemacht in het Caribisch gebied. In die tijd was hij ook consul voor Oorlogsgravenstichting. In de jaren daarvoor patrouilleerde hij regelmatig in het Caribisch gebied, op, rond en boven de 6 eilanden. Soms op een fregat van de Koninklijke Marine, dan weer in een P-3C Orion Maritiem patrouillevliegtuig van de Marine Luchtvaartdienst. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dit hebt u allemaal gedaan. Het klinkt als een jongensboek. Hè? Het klinkt als een jongensboek. En dan 8 jaar gewerkt aan dit boek, waar wij dus met elkaar als Nederland, maar ook als de Antillen, de 6 eilanden, heel veel uit kunnen opmaken. Waar begon uw fascinatie? Nou, toen ik voor de eerste keer naar de dodenherdenking ging op 4 mei... In Willemstad op Curaçao. Zag ik bij het monument in het Waaiergat 133 namen staan. En het verbaasde mij oprecht dat er 133 Antilliaanse oorlogsslachtoffers waren. Want met de rest van Nederland dacht ik ook dat er nooit gevochten was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, en ik dacht ook, ja, die hebben helemaal die überhaupt niks gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar niets was dus inderdaad minder waar. Want ik ben dus als consul van die Oorlogsgravenstichting, vond ik dat ik moreel verplicht was om te weten wie er op dat monument stonden. En toen ben ik die namen gaan uitzoeken. En een paar namen, die kennen onze luisteraars waarschijnlijk allemaal. George Maduro van Maduro Dam. Ja. Zo zijn er nog een aantal. Boy Ecurie bijvoorbeeld van Aruba. Maar er stonden 130 namen op die eigenlijk niemand kende. Zelfs het Nationaal Archief van Curaçao wist niet wie die 130 mensen waren. En er zijn er nog veel meer bijgekomen. We kunnen ook zeggen dat er naast dit boek een register is. Dat klopt. Ik heb een website gemaakt. www.antillesatwar.com. En op die website noem ik alle namen van Antillianen, mannen en vrouwen, die gediend hebben in een uniform, in wat voor rol dan ook, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En op hoeveel bent u uitgekomen? Nou, uiteindelijk op duizenden namen. Jeetje, dat is toch ongelooflijk. Maar dat we dat allemaal niet weten. En waarschijnlijk de families van deze mensen die zijn omgekomen en hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog, of daar slachtoffer zijn geworden, ook niet. Nee, dat is het rare. Op de middelbare school op de eilanden wordt eigenlijk de Tweede Wereldoorlog voornamelijk onderwezen door een Nederlandse bril. Dus iedereen kent Anne Frank.
ja. wat daar is gebeurd. Maar als je vraagt naar de eigen oorlogsherinneringen, dan weten mensen eigenlijk maar één ding, dat was de verduistering. Maar alle andere grootste daden die er verricht zijn, zijn vaak onderbelicht gebleven en weten mensen simpelweg niet. Dus er moet in ieder geval een hoofdstukje verduistering komen na Anne Frank. En wat is dan de kern van dat hoofdstuk? Nou, het verduisteringsverhaal is eigenlijk cruciaal. Want de Duitse onderzeeboten die probeerden dus de raffinaderijen op de eilanden te beschieten met hun dekkanon en schepen tot zinken te brengen die die olie brachten en haalden. En overdag waren die eilanden goed beveiligd door schepen en vliegtuigen. Dus die onderzeeboten konden niet aanvallen, moesten onder water blijven. Maar 's nachts grepen ze hun kans. En na de eerste aanval in februari 1942, want ze hebben het daadwerkelijk geprobeerd. Die aanval is overigens mislukt. Was dat op Willemstad? Zowel Aruba als Curaçao is daadwerkelijk aangevallen. Toen dat is mislukt, is daarna een verduistering afgekondigd. Die werd geweldig nageleefd. Dat was een soort nationale trots. Geen lampje was meer zichtbaar. En de onderzeebootcommandanten die hebben in hun logboek geschreven, die heb ik in handen gehad, de frustratie van het niet kunnen vinden van de eilanden in het donker. Ze konden ze simpelweg niet meer vinden. Geweldig. En dus konden ze niet aanvallen. Het moet worden onderwezen. En dan moeten we die kinderen ook nog even vertellen dat er in die tijd niet van die gsm'tjes waren. Hè, waarbij je dat allemaal op een andere manier mee kon krijgen. Nee, maar wat een fantastisch verhaal. Maar was u daardoor ook niet oprecht trots op wat de mensen in de Antillen hebben gedaan? Nou ja, ik ben alleen maar de pen geweest die het verhaal heeft geschreven. Nou niet zo bescheiden. Waar we trots op kunnen zijn, dat zijn de mensen die het uitgevoerd hebben. Ja. En als ik een voorbeeld mag geven, de Antilliaanse zeelieden waren vaak werkzaam in de machinekamers van schepen. Dat was de gevaarlijkste plek met een onderzeeboot in de buurt. Want als je werd getorpedeerd, was de kans heel groot, als je in die machinekamer zat, dat je er niet levend uitkwam. Zo. En om dan toch elke dag weer opnieuw naar beneden te gaan in die machinekamer, in de wetenschap dat het je laatste keer kan zijn, dat vind ik helden. Bizar. Het is echt wel prachtig dat op het moment dat u dat zo vertelt, dat hier achter ons de klokken gaan. Dus ik hoop dat de luisteraar dat mee heeft gekregen. De domklokken. Speciaal symbolisch voor alle Antillianen die zich zo hebben ingespannen. En zoveel angst ook hebben moeten uitstaan en doorstaan in die Tweede Wereldoorlog. Sergeant-majoor Elvis Manuela, hoe luistert u naar dit verhaal van Jos Rosenburg? En dat u al deze pagina's al hebt doorgenomen, want we kennen u als een gedegen man. Ik ben onder de indruk van Jos. Ik ben iedere keer weer, wanneer Jos en ik elkaar ontmoeten, of we hebben het op wat voor manier ook hebben we het over het onderwerp, ben ik onder de indruk. Waarom? Dat zal, anders ga ik het gras voor Jos zijn voeten wegmaaien, dus dat wil ik absoluut niet doen. Maar Jos is niet alleen maar toen 8 jaar ermee bezig geweest. Jos is er bijna iedere dag en nog mee bezig. Dus Jos zegt, ja, dat zijn de helden. Dan ben ik het ook volledig met Jos eens. Dat zijn inderdaad de helden. Maar dankzij Jos Is het opgetekend? Ook families die hiervoor geen wetenschap hadden van wat hun andere familieleden gedaan hebben voor de bijdrage tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook daarvoor heeft Jos een bijdrage geleverd. Dus ik ben Jos ontzettend dankbaar en erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd. En geldt dat voor jou dan, Elvis Manuela, voor u op een dubbele manier? En als iemand die zelf werkzaam is bij Defensie, maar ook als iemand met roots uit Curaçao? Absoluut. En waarom? Omdat ik destijds, toen op Curaçao, geen wetenschap had van hetgeen wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Aangekomen in Nederland, dan krijg je inderdaad precies wat Jos heeft aangegeven. Dan krijg je allerlei geschiedenislessen mee over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar nog steeds krijg je niet. Maar ook niet dat verhaal van die verduistering. Nee, dus nee, in Nederland absoluut. Kregen we het niet mee, maar u kreeg het in uw tienerjaren ook niet mee op school. Nee, absoluut niet. Dat is toch ook echt, ja. Maar iemand moet het dus ook maar hebben opgetekend. Dat is nu gebeurd. Klopt. Dus eigenlijk kun je op basis van het werk van Jos zeggen, we kunnen nu nieuwe geschiedenis gaan schrijven in de hoofden van de kinderen. Jos en ik, als ik nog heel eventjes iets mag. Zeker. Vanwege het feit dat het dit jaar 75 jaar bevrijding is, zijn Jos en ik op 2 januari bij elkaar gekomen in het Nationaal Archief in Den Haag om samen
na te denken, hoe gaan wij Antilliaanse gemeenschap hierbij betrekken, om dan toch tijdens 75 jaar herdenking van de bevrijding, om toch een geluid te laten horen en toch alle luisteraars, lezers mee te geven wat de bijdrage is van het overzeese deel van het Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, en wie weet gaat dan 4 en 5 mei, want dat ligt natuurlijk het dichtst bij die januari waarop jullie met elkaar hebben afgesproken. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Hoe leeft dat onder de Caribische gemeenschap? Kijken jullie beide aan, Jos Rosenburg, Elvis Manuele? Nou, dat Jos Rosenburg. Om heel eerlijk te zijn, niet voldoende. Maar dat komt ook deels vanwege de onbekendheid. Omdat mensen niet weten welke rol ze hebben gespeeld en de eilanden hebben gespeeld, leeft het niet voldoende. En dat is nog een reden waarom de jeugd van de eilanden zou moeten worden bijgebracht, hoe geweldig die rol is geweest en hoe trots men daarop kan zijn. Nou, liggen er op de begraafplaats Loenen toch wel een aantal Antillianen, of heb ik het helemaal mis? Er liggen een aantal mensen die van de Antillen komen of een link hadden met de Antillen. Ook op de eilanden zelf zijn 8 oorlogsgraven. Op het militaire kerkhof daar, in Otrabanda. Dus er zijn links en rechts oorlogsgraven. En sterker nog, er zijn oorlogsgraven van Antillianen over de hele wereld. Er is niet te geloven. Ja, ik heb het gezien ook. Hè. Het is ongelooflijk. Nou, maar vertel, vertel. Bedoel, ja, de luisteraar die heeft het boek nog niet. Overigens gaat Ank Bijleveld het boek persoonlijk van u krijgen op korte termijn. Fantastisch. Maar het is, noem er eens een paar. Nou, er is bijna geen werelddeel waar geen Antilliaanse slachtoffers begraven zijn. En om er één te noemen, een sergeant-major Anastasia, die zat in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, werd gevangen genomen door de Japanners en te werk gesteld in een kamp in Japan. Is daar omgekomen, gecremeerd en uiteindelijk bijgezet in Jakarta, Indonesië nu, op een Nederlands ereveld daar. Een Antilliaan is omgekomen in een Nederlandse onderzeeboot in de Zuid-Chinese Zee. Er liggen Antillianen in Argentinië, in Amerika, in alle delen van de wereld zijn voorbeelden te vinden van mensen die het allerhoogste hebben gebracht of gegeven voor die oorlog en voor onze vrijheid. Ja, want uiteindelijk kunnen we het mede op basis van uw werk 8 jaar lang in uw vrije tijd, Jos Rosenburg, concluderen dat de Caribische en de Europese Nederlanders samen hebben gevochten voor vrijheid en samen hebben gevochten in die Tweede Wereldoorlog. Zou dat een verschil hebben gemaakt voor de emancipatie van de mensen van het overzeese gebied als we dit eerder hadden geweten? Daar ben ik van overtuigd. En daar heb ik ook getuigenissen van gehoord. Het mooie was namelijk dat voor de eerste keer in de geschiedenis eigenlijk blank en zwart gelijk waren. Mm-hmm. Ja. Zeker nu als we kijken naar Black Lives Matter, is het van uw kant uit denk ik heel... Ja, heel actueel. Heel actueel en tegelijkertijd met weemoed. Als we het eerder hadden geweten, hadden we misschien de geschiedenis ook wel dat punt kunnen veranderen. Meer gemeenschappelijk, meer samen één. Nou ja, het is deels, heeft het effect gehad uiteindelijk omdat de Nederlandse Antillen zijn ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was de eerste stap naar een geleidelijke onafhankelijkheid. Maar die is echt ontstaan in de schuttersputjes op de eilanden, waar blank en zwart samen stonden te graven, samen in de modder lagen, samen de ellende deelden en er toen achterkwamen dat we niet van elkaar verschillen. En dat was de basis om na de oorlog tegen de regering te zeggen, we willen een stap maken naar onze uiteindelijke zelfstandigheid. Wauw, ja, u vertelt het allemaal ook echt heel beeldend en heel trefzeker, Elvis Manuele. En als je het dan hebt over die emancipatie van de mensen van de overzeese gebieden. Je wilt toch dat ze allemaal weten wat voor betekenisvol werk ze hebben geleefd in die Tweede Wereldoorlog? Absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, hoe kunnen we dit een boost geven? Nou, door bijvoorbeeld wat wij onlangs gedaan hebben samen met de Oorloggravenstichting. Op 2 september zijn we met z'n allen bij elkaar geweest. Jos natuurlijk zelf, samen met een aantal stichtingen die de koninkrijksdelen destijds representeren. Nu hebben wij samen daar met een van de historicus van OGS Oorloggravenstichting bij elkaar gezeten. Jos heeft onder andere zijn verhaal verteld, Marco heeft zijn verhaal verteld. En dan zien wij bijvoorbeeld, als ik één voorbeeld eruit mag halen, dat is Eduard Heerenveen. Mm-hmm. Puur toeval ken ik de kleinzoon van Eduard Heerenveen via Nancy. Ja, dus die kon jij vertellen over de daden van toen? Nou, binnen de familie?
het is, de familie heeft een vraag neergelegd en uiteindelijk hebben ze te horen gekregen dat de sergeant Heerenveen wat voor heldendaden hij verricht heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zodoende heeft de familie mij ook gevraagd om postuum een aantal medailles uit te reiken. Samen met Jos heb ik op 2 september medailles alvast in ontvangst mogen nemen. En we gaan nu kijken of de familie wil dat ik het zelf ga doen of dat ik een vertegenwoordiger van Defensie die het onderwerp ook heel warm draagt om hem of haar in de gelegenheid te stellen om dan bijvoorbeeld... Maar ik vermoed al dat de familie heel graag wil dat ik zelf... Dat vermoed ik ook. Ja, ja dat vermoed ik ook. Dat is natuurlijk een geweldige eer, maar ook een fantastisch verhaal. Laten wij dus gewoon echt zien van, kijk, we hebben het namelijk nu over onze helden van nu. Maar het is ook heel belangrijk om te weten wie de helden van toen waren. En niet te vergeten, heel veel mensen weten nog steeds niet wat het verhaal is achter George Maduro en Maduro dan. Ja, nee, maar dat hebben we de vorige keer natuurlijk dat wij hierover spraken al gezegd. Ik ben zo enthousiast ook over Jos Rosenburg. Wat u hebt toegevoegd aan de geschiedenis, dat ik ook echt me er persoonlijk hart voor wil maken dat we er meer mee moeten gaan doen. Absoluut. Bijvoorbeeld misschien het boek In het Papiaments. Ja, dat is Jos Rosenburg. Dat is precies mijn droom. Dit boek was een droom. Maar er is nog één stap die nog gemaakt moet worden. Want het boek is in de verkeerde taal. Het boek is in het Nederlands geschreven, maar het hoort te worden geschreven in het Papiaments. Nou, hij heeft ook helaas hier denk ik nog wel een nuttige rol. Hè? Dat ook zeker de Nederlanders die Nederlands spreken kunnen horen en weten hoe belangrijk de absoluut mensen van de overzeese eilanden, maar ook voor In het Papiaments natuurlijk, want dan kun je zelf je geschiedenis lezen. En dat ben ik helaas niet goed genoeg machtig om het zelf te kunnen schrijven. Dus ik ben nu op zoek naar hulp om dat boek te laten vertalen naar het Papiaments en te laten omwerken naar een geschiedenisboek voor de middelbare schooljeugd. En als we er dan voldoende van kunnen drukken, dan kunnen we die op alle scholen op de eilanden distribueren en de jeugd in hun eigen taal vertellen over de heldendaden van hun opa's en oma's in de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me zomaar voorstellen dat Anke Bijleveld en de minister van Onderwijs hopelijk gaan helpen om dit te steunen. En Elvis Manuele, hebt u ze al gesproken? Ik zal Jos, zoals Jos mij kent, zal ik Jos ontzettend steunen om dit te gaan realiseren. En daarbij zullen wij zeker de minister van Defensie hier benaderen, maar minister van Onderwijs, en ook kijken wat de rol is van bijvoorbeeld Curaçaohuis, Sint Maartenhuis en Arubahuis. Ja, en de regeringsleiders natuurlijk. Absoluut. Al daar. Hebben die al gehoord van jullie droom, of van Jos' droom en van jouw steun daarvoor, Elvis Manuele? Ja, dat hebben ze gehoord, want we hebben ze kort na 2 januari hebben wij ze verteld wat voor mogelijkheden wij zien om toch wel iets te gaan doen met 75 jaar bevrijding, waarbij wij echt een rol willen wegleggen om voor de huizen om te laten zien dat de overzeese delen van het Koninkrijk echt een bijdrage daaraan hebben. Niet zomaar, ja, ik bagatelliseer het nu zelf, ervaar ik nu, maar dat wat de effectieve bijdrage is geweest van Aruba en Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik ben ook iemand die heel erg kijkt naar wat voor spanning hebben we nu in de samenleving en hoe kunnen bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan. En ik denk dat dit werk hier een hele grote betekenisvolle rol in kan spelen. Mensen die mee willen denken, ook Jos Rosenburg, met u en met Elvis Manuele, om het boek In het Papiaments vertaald te krijgen, om uw droom te realiseren, hè, de geschiedenisboeken anders te gaan vormgeven, met een hoofd stuk verduistering. Er zijn natuurlijk muntjes voor nodig. Er is politiek denk en strategisch handwerk voor nodig. Hoe kunnen ze jullie helpen? Nou, we kunnen heel veel dingen zelf. Als ik bijvoorbeeld hulp zou kunnen krijgen van een specialist om het boek om te werken naar een geschiedenisboek voor de middelbare school, dat zou al enorm helpen. Nou, luisteraars, dat kan. Mail ons kwesties@ntr.nl. Next. Het vertalen in Papiaments, dat is niet eenvoudig, want het is best een technisch wat moeilijk boek. Maar als dat zou lukken, zou ook geweldig zijn. Mail ons kwesties@ntr.nl. Volgende. En een stukje sponsoring om een voldoende aantal boeken te laten drukken. En dan zijn we er. Mail ons kwesties@ntr.nl. En rechtstreeks Elvis Manuele benaderen of Jos Rosenburg. Dat kan natuurlijk ook. Wat natuurlijk ook geweldig zou zijn, ik kijk even naar Elvis Manuele, als dit zoveel zou doen bij de Antilliaanse jeugd dat zij ook Defensie-member zouden willen worden. Want dat is nog best wel een enorme opgave, toch? Daar gaan we ons voor inzetten. We hebben op dit moment een aantal sponsoren gevonden binnen Defensie die echt bereid zijn om meer energie en tijd hierin te spenderen, om meer jongeren met een Caribische roots binnen te halen binnen onze organisatie.
Jullie mogen ontzettend trots zijn. Jos, ik hoop dat je in je vrije tijd nog veel meer tijd gaat vinden om je droom te realiseren. Ik hoop ook dat er mensen klaarstaan vanuit Curaçao, Defensie, onze ministers, Nederland, om de droom te realiseren. Zeer veel dank en ontzettend veel succes de komende periode om uw droom te realiseren. Tot zover kwesties vanuit Utrecht. Dank aan alle politici en inwoners en een speciale dank aan onze collega's van NTR Caribisch Netwerk. Echt heel fijn dat jullie onze publieke omroep verrijken met nieuws en achtergronden over onze Caribische eilanden. Tot zo direct na het nieuws, want dan is er Radio Doc ook van de NTR. Fijne avond. Tot ziens.